We maken hier even kennis met het gereedschap kleurtoonverzadiging in Photoshop. Het is deze knop, de eerste in ons middenrij van aanpassingen. En ik klik er even op en je ziet drie schuivers. Het heeft verschillende benamingen eigenlijk. Wij noemen het gewoon kleurtoonverzadiging, maar het noemt ook dikwijls HSB. En dan wil dat zeggen Hue Saturation Brightness. HSV in dit geval, Hue Saturation Value, ook soms HSL, Hue Saturation Lightness. Het is dus bezig met die hue of kleurtoon. Het is een soort kleur op een cirkel van 360 graden. En we kunnen dit wijzigen met dit gereedschap. Door hieraan te draaien, te schuiven namelijk, en draaien wij precies aan de cirkel en zien wij de graden van 0 naar min 180. Of de andere zijde dus 180 draaien, waardoor we eigenlijk die 360 graden kunnen benutten. Dubbelklik zet het terug op 0. Verzadiging is eigenlijk hoe fel is die kleur? Hoe bevindt zich die in het midden van de cirkel of meer naar de buitenrand toe? Als we die verzadiging naar rechts slepen, gaan we alleen felle kleuren zien. Als we die naar links slepen, gaan de kleuren verminderen in intensiteit. Gaan ze op de duur ook zwart-wit maken. Dus dit gereedschap is in feite ook een mogelijkheid om zwart-wit te gaan maken. Maar je ziet bij deze dat er dan geen verschil merkbaar is tussen die verschillende kleuren. Daarom is het niet zo'n interessant soort manier om zwart-wit te maken, omdat het alle densiteiten van de kleuren gelijk maakt. Dus geel, dat in principe een lichte kleur is, vergeleken met blauw, dat lijkt hier nu allemaal hetzelfde. Dan heb je nog de lichtheid, daarmee kun je verdonkeren of ophelderen, maar het maakt een kleur eerder flats of vuil donker. Dus ja, we gaan relatief niet zo heel veel met die lichtheid gaan doen, ook wel die brightness of helderheid genoemd. Maar op die manier zie je het mooi visueel voorgesteld wat het gereedschap kan doen. Je kan ook klikken op vullen met kleur en dan wordt je afbeelding monochroom. En dan kan je beslissen, wil ik richting dit of dit soort kleureffect gaan schuiven. Dit soort effectje of een ander. Je kan daarmee meer of minder verzadiging kiezen enzovoort. Ook verdonkeren of verbleken kan je ermee doen. Ik ga bij deze eens resetten. Dit is vooral om visueel eens te zien wat zijn we aan het doen. Het is wel een gereedschap dat aanleunt bij ons manier van kijken naar de dingen. Omdat wij zien kleuren feller of minder fel als mens. En wij zien ze ook donkerder of helderder na gelang dat het avond wordt of dag is enzovoort. Dus het heeft wel te maken met onze manier van kijken. Het is een andere manier van voorstellen en kleuren mengen dan RGB. Maar ook een heel interessante manier. En dat is ook iets waar wij wel toffe dingen mee kunnen doen in Photoshop. Ik heb hier nog een paar andere voorstellingen. Bijvoorbeeld hier zit niet veel felle kleur in. Kan je zien als ik een beetje verzadiging toevoeg wat ik krijg. En dan zie je de kleuren duidelijker afgetekend feller worden. Stel dat je denkt, ik ga eens schuiven aan de cirkel en ik ga eens van de ene kant naar de andere kant. Je ziet dat die twee kanten eigenlijk gelijk eindigen. Beiden eigenlijk de kleuren aan de andere kant van de cirkel brengen. Stel dat ik links eindig. Ik zie hier nu cyaan, waar vroeger eigenlijk het rood was op 0 graden. Er is nu die cyaan gekomen. Als ik even kijk op mijn twee balken onderaan hier, dan zie ik daar ook wel, waar vroeger cyaan bovenaan in die balk te zien was, zit nu rood. Idem met alle andere kleuren eigenlijk. De bovenste balk toont wat vroeger het geval was in je foto en daaronder wat je gekregen hebt. Dus waar rood was, zit nu cyaan, waar heel zat zit blauw enzovoort. Allemaal eigenlijk tegenovergestelde kleuren die hier te zien zijn. Oké, ik ga dat even resetten. Het volgende beeld is een beetje hetzelfde eigenlijk. Mocht ik hier gaan schuiven, zie je ook
dat ze eigenlijk omwisselen naar hun complementairen toe. En zie die graden van de cirkel nog eens staan. Oké, zetten. Je kan ook sommige kleuren gaan aanpassen. Mocht je nu zeggen, ik wil het rood aanpassen en niet echt andere kleuren. Er zijn een aantal mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld, je kan het handje nemen en even klikken in die kleur die je wil aanpassen. En dan is vanzelf eigenlijk hier ook in het menu rode tinten verschenen. In plaats van origineel wat ik eerst had, is nu rode tinten gekomen. En hier is ook iets veranderd. Je ziet de markering van een gebied op Hans, dat kleurverloop. En als je nu gaat schuiven, dan merk je dat andere kleuren eigenlijk niet mee veranderen. Alleen deze die een beetje lijken op dat rood dat ik gekozen had. Die erop lijken, daarmee bedoel ik eigenlijk de kleuren die hier te zien zijn. Want het geeft een uitvloeigebied. Anders zou dat veel te drastisch opvallen. Mocht je ineens stoppen met aanpassen en een andere kleur niet aangepast daarbij hebben. Daarvoor zijn er eigenlijk uitvloeizones gecreëerd in dit gereedschap. Dat is wel interessant. Je kan die uitvloeizones vergroten. Ik ga even daar nog een beetje meer aan slepen. Als ik die opensleep, dan merk je dat andere kleuren meer gaan meedoen. Of zo, aan de andere kant. Ik kan ook het ganse geheel gaan pakken hier middenin en zo op die manier gaan schuiven om andere kleuren te gaan wijzigen. Zie je? Dus als ik nu hier eindig bij groen, dan zien we dat daaronder een eerder oranjeachtig iets is gecreëerd. Dan kan ik het checken. En inderdaad, we zien dat ook gebeuren. Ik ga even resetten. Je kan ook in plaats van met een handje te werken, rechtstreeks dit menu openen en kiezen voor bijvoorbeeld de cyaantinten. Als je dan kijkt, zie je dat die schuiver hier precies gesplitst is in twee. Dus je moet het je voorstellen als een cirkel, want hier loopt het eigenlijk door. Als ik nu schuif, verander ik die cyaankleuren in een andere kleurtoon. Zo, even resetten. Heb ik nog een gewoon beeld? Ja, dat beeld van zo pas. Wat kan ik nu doen in een afbeelding? Hier heb ik een kleuraanpassing gemaakt. Maar ik kan ook gaan spelen met die kleurtoonverzadiging. Ik klik die even open. En ja, ik zou kunnen zeggen, hoe zit dat eigenlijk met die kleuren? Wat zit hier als kleur meest in deze partij of in deze? Ik kan ter info Hans die verzadiging eens helemaal naar rechts slepen. En dan zie ik, ja, hier zit veel geel en een beetje groen. Hier zit heel veel magenta enzovoort. Hier zit rood. En dat zijn kleuren die ik aanvankelijk niet zo duidelijk zag. Dus je leert daar wel iets uit, maar uiteraard gaat dat geen beeldcorrectie zijn. Goed. Ik kan dus zeggen, ik wil ze allemaal een beetje feller hebben, die kleuren. Dat wordt dikwijls wel gedaan. In combinatie met dan misschien ook gaan maskeren. Maar je kan ook beslissen om met je handje een kleur te gaan kiezen. Stel nu dit hier, de bloem van wieslook. En die lichtjes te gaan aanpassen. Een beetje verschuiven misschien. Eventueel een beetje opentrekken naar andere kleuren die mogen meedoen. Misschien die nog wat meer gaan verzadigen dan andere om die te doen opvallen. En misschien ga je tegelijk zeggen, ik wil ook eens in het groen gaan werken en daar een beetje minder verzadigen. Zodanig dat in andere kleuren dan meer gaan uitkomen. Niet overdrijven of je maakt het zwart-wit. Het is te zeggen, de kleur verdwijnt dan in die bepaalde zones. Maar je kan ze een beetje verminderen. Enzovoort. Dus die zijn nu eigenlijk allemaal bezig. In de hele tinten is er iets veranderd. In mijn origineel ook. En verder kan ik nog eens zien, zijn er andere zaken. In de rode is er eigenlijk niks gebeurd. Ik zou daar ook nog een beetje verzadigen misschien. In de hele is er dus wat verminderd. Enzovoort. Je kan ze eigenlijk per soort kleur gaan aanpassen. In de magenta uiteraard is er behoorlijk wat gewijzigd. Omdat dat mijn kleur was die in die bloemen voornamelijk
hoofdzakelijk aanwezig was. Oké. Goed, dit is het voornaamste met dit gereedschap. Ik zeg het, je kan het maskerend gebruiken. Je kan het op portretten ook gebruiken om bijvoorbeeld een paarse neus of paarse wangetjes te gaan aanpassen en zo. Je kan er heel veel interessante zaken mee doen, subtiel of heel heftig. Een vertrekkend van een selectie, een bepaald object misschien gaan bijkleuren enzovoort. Goed, dus. Ja, gaan we het hierbij houden voor dit gereedschap. Tot een volgende keer.